Willemsoord. Op het eerste gezicht een doodnormaal Hollandse dorp. Dat er toch iets bijzonders mee is, dat ontdek je pas als je in het plaatselijke café een hapje gaat eten en je gerechten tegenkomt met name als pauperparadijs. Ja, dat is wat Willemsoord eigenlijk moest worden. Het paradijs voor de paupers uit de steden. Willemsoord maakte 200 jaar geleden deel uit van de Maatschappij van Weldadigheid. Een organisatie die arme gezinnen uit de steden wilde helpen om een nieuw bestaan als boer op te bouwen. Nou, we zien hier een plaatje van hoe Willemsoord er uitgezien moet hebben helemaal in den beginnen. Dus ik denk vooral voor de stedelingen toch wel een lichte cultuurschok. 100 huizen werden er in 1820 uit de grond gestampt. De bewoners kregen allemaal een stukje grond. Ze kregen onderwijs en er werd voorzien in een onderhoud. Kolonie 3, oftewel Willemsoord, was geboren. Daar had je dan het café. Er stond hier toen ook al een café. Hier heb je aan deze kant de woning van de onderdirecteur. Daar zat ook de timmerwinkel erbij. Dus er waren vanuit de bouwdiensten en de onderhoudsdiensten van de maatschappij later. En aan de andere kant daar stond de school. En die stonden eigenlijk allemaal zo'n beetje 45 graden allemaal op die kruising. Het sociale project was uniek in de wereld. Wat er nog zichtbaar van is, moet beschermd worden. Zo vindt nu ook de Nederlandse overheid. En vandaar de voordracht voor de Werelderfgoedlijst. Onze café-eigenaar is er maar wat blij mee. We hebben de generaal van de Boswandeltocht en zo zijn er veel meer dingen in het dorp die verwijzen naar onze historie. Maar ja, door die UNESCO-nominatie kruipen we wellicht een klein beetje uit onze schulp en hebben het gevoel dat we dat verhaal nog meer beter willen gaan vertellen en misschien ook aan meer mensen willen gaan vertellen. Toch moet het een teleurstelling zijn als je als Chinese toerist een bezoekje brengt aan Willemsoord. En alles wat je aan historie vindt is een 13 in een dozijn café. In de eerste instantie zie je dat natuurlijk ook zo, maar je moet het verhaal erachter kennen. En dat is ook een beetje het probleem wat wij hebben. We moeten altijd de mensen eerst het verhaal kunnen vertellen. En dan zien mensen het, begrijpen ze het ook. Nou, ik denk niet dat we aan het dorpje wat moeten gaan veranderen. Maar ik denk wel dat wanneer je in het dorp binnenkomt rijden, dat je dan wat meer het gevoel moet krijgen dat hier iets bijzonders gebeurd is. Nu de plaatsing van Willemsoord op de Werelderfgoedlijst ineens werkelijkheid lijkt te worden, ontwaken de inwoners uit een soort winterslaap. Ondernemers ruiken hun kans en maken plannen om het dorp op de kaart te zetten. Ja, wij hebben hier met een groep toeristische ondernemers bedacht dat wij een gezin wat hier in 1820 kwam, dat we die opnieuw tot leven willen wekken. En daar zijn we bezig om daar een boek voor te laten schrijven. En al die karakters uit dat boek die willen we vervolgens gaan koppelen aan de verschillende toeristische doelgroepen. Dus dat worden een soort van virtuele gidsen om je door de historie heen te leiden, maar ook om je te laten zien hoe prachtig de omgeving rondom Willemsoord is. Maar er zijn ook ondernemers in het dorp die juist met tegenacties beginnen, de boeren. Ik kan me voorstellen dat ze wel eisen naar gaan stellen op het gebied van welstand. Hoe zien de gebouwen eruit? Hoe ziet de omgeving eruit waar de bedrijven staan? Is er een ontwikkelingsmogelijkheid of past dat ineens niet meer in een werelderfgoedgebied? Dat baart ons best wel zorgen op dit moment. Niet alleen de boeren in het dorp zijn bang dat de UNESCO-status straks allerlei beperkingen geeft. Ook bewoners staken afgelopen weekend nog de koppen bij elkaar om over de kwestie te praten en beraden zich op acties richting de politiek. Hetzelfde gebeurt in die andere Overijsselse kolonie, Ommeschans. Daar werken boeren en bewoners zelfs al aan een alternatief plan dat binnenkort gepresenteerd wordt. Het beschermde UNESCO-gebied moet veel kleiner worden, dat is de intentie. Alleen melkveehouder Hiemstra doet er niet aan mee. Ja, je kunt overal tegen zijn, maar als je de positieve kant ziet, dan zie je ook wat kansen. Misschien als sector, als boer, ook gezamenlijk met andere kolonies producten ontwikkelen en die op de markt brengen. Landbouw, ja, volgens mij moet landbouw altijd kunnen. Het is tenslotte ooit ontstaan uit een landbouwkolonie. Dus als landbouw niet meer zou kunnen, ja, dan denk ik van, dan zijn we ook niet goed bezig. Een plekje op de Werelderfgoedlijst. Een kans of een bedreiging. Voorlopig zijn de meningen nog verdeeld in de Overijsselse dorpen Ommeschans en Willemsoord. Ja, kijk, uiteindelijk is een kolonieburger natuurlijk een hele lekkere hamburger met een gebakken ei. Maar ja, een kolonieburger, dat maakt hem toch net eventjes wat bijzonderder.